met Noah. Noah, hoe is het met jou? Want je hebt pas gevochten. Ik zie nog van mij een klein sneetje hier zo boven je oog. Of was dat, is dat nee, dat is, nee, dat is van het sparren, van het trainen. Oh, oké, want je hebt pas gevochten. Kijk, je bent een keer al hier aan tafel geweest. We gaan niet vragen van waar is bij jou begonnen. Maar we gaan je wel vragen, hoe is het met je partij gegaan? Je hebt laatst gevochten bij Brave. Ja. En dat is goed gegaan. Zeker. Hoe is het gegaan? Het is hartstikke goed gegaan. Ik heb al mijn winsten afgesloten in de eerste ronde. Dus mijn laatste partij ook weer. Mm-hmm. Het was een sterke tegenstander. Allround, zwarte band in taekwondo. Veel geworsteld. Train bij de beste MMA-school in Polen. Mm-hmm. En vorige keer heb ik een landgenoot van hem ook de eerste ronde eruit geslagen. Dus hij was wel gebrand om wraak te nemen. Ja. Ze vinden jou niet leuk in Polen nu, denk ik. Ik denk het ook niet, maar ik mag die Polen wel graag. Dus ja, ik hoop niet dat ze me... Sorry dat je het in de ring hebt. Dat ze de deur voor me dicht slaan als ik daar kom. Maar het is hartstikke goed gegaan. Ik ben blij, ik ben tevreden. Hij had wat praatjes tijdens interviews van... Ik ga die kickbokser laten zien dat de MMA-wereld, dat daar geen ruimte voor hem is. Dat het mijn wereldje is. Dus ik heb... Ik ben blij dat ik een statement heb kunnen maken. Nou, dat is mooi dat je een statement hebt kunnen maken. Ik vroeg het je eigenlijk vorige keer al van... Je hebt een goede winning streak, je bent goed bezig, je bent goed aan het sparren. Op social media doe je het ook de laatste tijd heel goed. Je maakt allemaal leuke filmpjes en zo. Maar twee vragen eigenlijk. Is er een titelpartij aanstaande? En ga je uiteindelijk bij UFC komen? Ja, dat zijn hele goede vragen. Als jij de Dankjewel. Contacten hebt, laat me maar weten. Gooi het balletje op, zou ik zeggen. Nee, ik ben gewoon aan het timmeren. Ja. De weg aan het timmeren. En het gaat gewoon hartstikke goed. Ik wil gewoon lekker humble blijven. Gewoon mijn ding doen. Mijn wedstrijden draaien. En ik ben er gewoon heilig van overtuigd dat alles naar me toe komt wat ik verdien. Mm-hmm. Brave is nu hartstikke goed voor mij. Ik ben gewoon free agent, dus ik sta vrij om te vechten voor welke organisatie dan ook. Dus als er partijen zijn die graag met me willen samenwerken, dan is het gewoon met mijn team bekijken. Kijken of het interessant is en dan gaan we ervoor. Ja. Nou ja, want Dana White kijkt ook naar dit programma. Dus misschien moet je een keer misschien moet je de camera pakken. Yo Dana, if you're looking for a spectacular fighter, you know, give me a call, man. Give me a call, man. You know, I'm gonna fix your show, so you know, we're gonna go viral. Nou, de Engels is binnen. Heel goed, Noah. Kijk, want we hebben gewoon, elke organisatie springt om spectaculaire vechters. En dan stel ik meteen de vraag, ik noemde hem net Yusri, of Yuri noemde ik hem, maar het is natuurlijk Yusri Belgaroui. Ja. Hij is ook bij de Contenderserie geweest. Ja. En hij heeft niet een contract gehad. Wat vond jij daarvan? Ik vond het jammer voor hem. Ik train ook met hem en ik weet hoe hij erin staat en ik zie al het harde werk, dus ik had het hem echt gegund. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat op een of andere manier hij wel gewoon de kans gaat krijgen die hij verdient. En dat hij wel gewoon kan laten zien dat hij daar echt, hoort. Maar krijgt hij die kans nog? Is dit niet die trein? Want hij is nu de tweede keer, toch? Ja. De tweede keer is hij nu geweest. De eerste keer dat hij geweest was, was hij ziek. Toen is hij toch gaan vechten. Ja. Is niet zo gelopen als wij wilden. Nu heeft hij een betere aanloop gehad. Nu heeft hij weer gevochten. Hij wint zijn wedstrijd. Mm-hmm. Tussen haakjes aan het einde nog steeds spectaculair. Ja. Mm-hmm. Maar niet spectaculair genoeg voor Dana om hem contract te geven. Dat kan best wel pijn doen. Ook bij jou als trainingspartner. Ja, nee, zeker. Ik baalde wel voor hem. Mm-hmm. Ik zag de teleurstelling, maar ik weet ook hoe hij is als persoon. En dat hij het niet persoonlijk neemt. En dat hij dat juist omzet in extra kracht en motivatie. Mm-hmm. Dus wat ik zeg, ik gun het hem van harte en ik voel gewoon aan alles dat hij weer een kans gaat krijgen. Maar dat hij gewoon sowieso in de sport heel veel gaat bereiken. Ja, want er zijn ook heel veel vechters nu ook bij UFC, toch? Ja, er zijn meer dan 500 vechters. Ja, dat bedoel ik. Ik denk als je dan daar binnen moet je wel echt een knock-out machine of zo om daar nog tegenwoordig een contract te krijgen. Ja, kijk, de lezing die ik heb gehad van dat hij niet een contract heeft gehad, is omdat hij tegen iemand vocht die een invaller was. Ja. En die heb je niet in één ronde eruit kunnen slaan. En niet spectaculair genoeg. Het was ook met een paar eyepokes en zo. Dat heb ik ervan meegekregen. Maar ik vond het wel jammer. Het deed me enigszins zeer dat hij niet die kans kreeg. Vanuit Dana White's ogen niet die kans heeft gegrepen. Want die kans heb je in principe wel gehad. Maar je hebt hem niet gegrepen. Als jij naar jezelf kijkt, hè, stel je voor dat jij die kans zou krijgen. Net als René de Ridder, Allen van der Merk en zo. Hoe zou jij erin staan? Nou, ik zou de kans, zoals de heren ook hebben gedaan, zeker aangrijpen. En zoals beide heren hebben gedaan of gaan doen, zal ik alles uit mezelf halen om weer te zorgen voor een spektakel. Want heb je het gevoel dat jij nu dicht bij het vuur zit? Of, want volgens mij, uit mijn hoofd ben je 31 nu? Ja, 31. Ja. Nou ja, kan je zeggen de klok begint te tikken, maar nu zit je in je prime, denk ik. Ja. Nu zou wel een moment moeten bestaan dat, oké, met alle respect voor LFL, voor Brave, of het nou voor allerlei andere organisaties zijn, maar je wil uiteindelijk bij een PFL terechtkomen of nog groter UFC natuurlijk. Ja, maar dan moeten we wel een beetje op gaan schieten. Nou ja, sowieso. Kijk, ik ben echt, ik wil het maximale uit mezelf halen. En als je dat wilt doen, dan wil je natuurlijk voor het hoogst haalbare gaan. Ja. Ik wil gewoon wereldkampioen worden. En mijn doel is om wereldkampioen te worden bij een van de 5 grootste MMA-organisaties ter wereld. Momenteel staat UFC op 1. Ik verwacht dat ze dat ook wel heel lang gaan blijven. Ja. Maar het kan zomaar zijn dat er andere spelers zijn die dat voorbij gaan. Ja. Wat voor mij nu gewoon belangrijk is dat ik gewoon een beetje aan mezelf denk. Doe waar ik van hou, dat is het vechtsport. Daar zit nu mijn prioriteit. Belangrijk is dat ik gewoon mijn uren maak, zodat ik gewoon ready ben. En als de kans daar aankomt en ik word gebeld door een van die andere grotere partijen, dat ik dan het gevoel heb van oké, let's go, we gaan het doen en we gaan laten zien waarom we ook hier aan de top horen. Want wanneer heb jij je volgende wedstrijd? Volgende wedstrijd staat al gepland, dat is 21 december. Dat is weer in samenwerking met Infusion en dat wordt waarschijnlijk Hexagon. Hexagon is een hele grote nieuwe organisatie vanuit Frankrijk. Jullie gaan er ook veel meer over horen, want volgens mij krijgen ze, misschien vertel ik te veel inside information, maar als het goed is krijgen ze ook heel veel inviezen van grote banken die zich ermee gaan willen bemoeien. Dus er is heel veel beweging in de sport. De sport wordt alleen maar groter, er komt steeds meer waardering naar de vechters. En dat vind ik alleen maar fijn. Als jij kijkt naar jouw carrière, want je bent begonnen met kickboksen. Ja. Met kickboksen bij begonnen. En op een gegeven moment heb je de overstap gemaakt naar MMA. Ja. Kan jij nog eens uitleggen waarom je die keuze hebt gemaakt? Ja. En als je terugkijkt naar de keuze die je gemaakt hebt. En net wat je vertelt over er wordt heel veel geld ingepompt en het wordt allemaal groter en groter. Ja, voor mijn gevoel is het al kickboksen voorbij gegaan. Hoe zie jij jouw toekomst daarin? Nou, ik moet zeggen dat toen ik bij Vosgym begon, dat ik eigenlijk verschillende lessen meteen heb gepakt, waaronder dus ook MMA. Ik heb toen ik kickboxwedstrijden ben gaan doen, ook MMA-wedstrijden gaan doen op amateurniveau. Heb ik wat wedstrijden gedaan. Alleen destijds was het, kickboksen gewoon veel populairder, vooral in Nederland. Dus als er aanvragen werden gedaan aan vechters rond een bepaalde gewicht, ging het voornamelijk over kickboksen. Ja. Dus op een gegeven moment wil ik gewoon naar de A-klasse en ben ik gewoon volledig gaan focussen op het kickboksen. Alleen ik merkte dat ik toch meer nieuwsgieriger werd naar meer en een grotere challenge wilde. En ik had altijd al liefde voor MMA en het volledige spelletje. Dus na een tripje met Fernando Groenhardt in Amerika en dat ik heb getraind met Lyoto Machida en wat allemaal grote UFC-vechters, zag ik daar de ruimte. George Gamares, de manager van Anderson Silva, Lyoto Machida en dus Alex Pereira, die zei van hey, wat ben je aan het doen? Ik zei ik ben gestopt met vechten, ik vind het gewoon leuk, ik kom hier om te supporten. Hij zei hey, luister dan, ik weet niet, ik snap met het kickboksen en het geld wat erin zit dat het niet echt motiverend is, maar het MMA wordt steeds groter, je krijgt steeds meer grote organisaties. Dus hij heeft geen ongelijk gehad. Nee, hij heeft zeker geen ongelijk gehad. Hij zei van, Geloof mij, als jij aan je record gaat werken, met jouw skills en je appearance, kan ik je zo wegzetten bij een van die grote organisaties. En dat heeft me toen weer aan het denken gezet. Ik dacht van, hé, wacht eens even. Het wordt dan niet alleen voor de trots en eer, maar ik zou er ook een slagje uit kunnen slaan en wellicht ook daarmee mijn gezin kunnen onderhouden. Mm. Dus zo ben ik weer, heb ik weer de stap genomen om weer te focussen op de sport. Omdat ik merkte dat ik daar wel de meeste energie uit haalde en dat het leukste was wat ik vond om te doen. Want dat maakt het wel lastig in deze sport. En dat weten we allemaal hier aan tafel. Als je vechter bent, er moet ook gewoon eten op tafel komen. Er moet ook gewoon, ja, af en toe moet je ook boodschappen doen. Je wil een keer gezelligheid met je kids of met je vrouw. Dat maakt het lastig in deze sport. Als jij dat zo hoort van al die banken die misschien eventueel gaan investeren enzovoort enzovoort. Wat is er dan nodig om de sport in Nederland naar dat niveau te trekken? Want als je naar voetballen kijkt, ja, al zijn die mafkezen elke keer de stadion aan het slopen en weet ik wat allemaal. Toch krijgt voetballen weer de kans. Ja. En als er bij ons een klein dingetje wordt, één keer een stoel gegooid of zo. Nou, er waren bij Glory 80 waren heel veel stoelen, maar, ja. maar dan wordt er meteen gezegd, weet je wat, ja, dat kickboksen, dat is nog een beetje schunnig en dat is een beetje moeilijk enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hoe kijk jij er tegen? Wat moeten wij nu nog doen om en het geld en van die imago af te komen? Ja, ja, we zijn goed bezig. Het wordt steeds beter, de sport wordt steeds meer gewaardeerd. De buurman en buurvrouw doen nu ook kickboksen. En tegenwoordig zelfs gewoon een Brazilian Jiu-Jitsu klasje. Mm-hmm. Ik bedoel, jij bent er ook mee begonnen, volgens mij. Leuk, heel leuk. Lekker mensen verwurgen in de klas en dan lekker slapen thuis. Maar je ziet dat dus, ja, sport echt aan het groeien is en dat er steeds meer interesse in komt. Niet alleen van de locals, maar ook van grote investeerders. Wat ik zeg, we zijn er nog lang niet. Maar ja, ik ben wel blij, of ik zie de kansen liggen en ik zie dat ik nu op dit moment de kans heb om voor de generatie die na mij komt wel wat deuren open te trappen en de sport vooral in Nederland ook wat populairder te maken. Ik bedoel, kickboksen hebben het wereldwijd al heel goed gedaan. MMA lopen helaas een beetje achter op de rest. Mm. Maar een Yusri, ik, Clyde Brunswijk, er zijn genoeg vechters die, ja, echt een beetje de ambassadeurs zijn van het MMA-sport en nu de populariteit vooral in Nederland willen vergroten. Ik was laatst met een maatje van mij aan de telefoon, Tariq, en ik zei, kijk, in Nederland, ik bedoel, wil je mattie een gratis kaartje geven, komt hij bij wijze van niet eens kijken naar je wedstrijd. En hij kent je gewoon goed, hij is gewoon met je opgegroeid. Yeah. Maar als je in andere landen gaat, het maakt hun echt niet uit wie er op de kaart staat. Ze gaan gewoon massaal gewoon naar zo'n event en weet toch, ze supporten gewoon iedereen en ze hebben gewoon echt liefde voor de sport. En ja, we zijn gewoon op de weg aan het timmeren en hopelijk krijgen we dat in Nederland ook voor elkaar. Dat mensen gewoon denken van, hé, weet je, tof event, we gaan het supporten en we gaan er wat moois van maken met z'n allen. Donnie, jij bent zelf ook een liefhebber van UFC en jij kijkt ook al die partijen, kickboksen, misschien niet al die partijen, maar ja, je kijkt ook heel veel partijen. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan als je het zo hoort van dat de sport is aan het groeien, maar in Nederland hebben we nog een beetje zo van... Ja, ik denk dat het gewoon met tijd te maken heeft. Hoe lang bestaat voetbal nu? 100 plus jaar of zo? Ja. En vechtsport? Bestaat ook al heel lang, hoor. Ja, in de wereld. Ze zeggen dat het een van de oudste sporten is. Het bestaat nog langer dan... Wat hij ook aangeeft, weet je, ik denk dat de groei zit er al in, weet je. Inderdaad, ook moeders, die doet even een patchlesje op zondagmiddag. En, weet je, dus daar komt wel een verandering in. En voorbeelden zoals RICO bijvoorbeeld, weet je, die zetten toch de sport goed neer. Ik denk dat er toch wel al een beetje een soort van... Dat grijze gebied is al aan het vagen, zeg maar, weet je. Dus het wordt niet meer zo snel gekoppeld aan, hè. Het werd ook altijd vroeger met criminaliteit en alles, weet je. Het werd al heel gauw op een zwart, onder het zwarte licht neergezet. Ja, ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft. En dat vooral voorbeelden daar een grote rol ook in kunnen spelen. Hoe kijk jij er tegenaan, Demi? Ja, ik sluit me wel aan bij Donnie. Ja, de sport heeft gewoon helden nodig. En mensen willen, ja, ze moeten gewoon naar iemand willen kijken. Ja. Nou, nu komt er wel wat meer platform, dus er worden wel meer mensen, goede vechters komen naar buiten, worden geboren, Glory begint nu te leven. En zoals wat jij net zei met Glory 96, nou, er komen nu een paar goede evenementen, waar we geen RICO nodig hebben of een Badrari nodig hebben om een goed evenement neer te zetten. Ik denk dat we daar door mee moeten gaan. En dat we gewoon helden moeten creëren waar ook de huismoeder en de huisvader naar wil kijken. Maar ook wat jij dus goed doet, want jij komt nu in die tussen haakjes normale programma's, hè? Maar daar zien ze jou dus nu ook gewoon in, noemen ze een paar waar je allemaal in bent geweest. Get the fuck out my house, de alles kunnen. Ja, dus daarom zei ik tussen haakjes normale programma's. Hij begint get the fuck out my house. Nee, ik heb echt van alles gedaan. En, er komt zelfs een nieuw groot project aan, daar kan ik helaas niet veel over vertellen. Waarom begin je erover dan? Waarom begin je erover? Maar dan moeten jullie me blijven volgen natuurlijk, om te zien waar dat wordt. Marketing zit al in. Marketing, marketing. Maar daarin breng je de... Tenminste, kijk, als ze mij zien in het tv-programma en ik word natuurlijk voorgesteld in het programma en dan zien ze een hele andere kant van mij. Ja. En dan denken ze, oh, dit is wel interessant om te volgen, wat houdt dat MMA in? Dus dan breng je wel weer een nieuwe doelgroep naar de sport en ja. Ja, was wat men vooral vroeger dan dacht, dus haakjes in mijn tijd, is van... Ja, die kickboxers zijn allemaal laaggeletterd, ze spreken niet... Ik wil net zeggen, hadden wij het al. Ze zijn allemaal dom en weet ik wat allemaal. En nu jij dus in zo'n programma gaat spelen, denken ze van... Hé, hij kan gewoon normaal Nederlands praten. Het is belachelijk, weet je, dat ze dat zeggen. Maar dan hebben ze een ander gevoel erbij dan hoe ze dat 20 jaar geleden hadden. Want als ik op een feestje kwam en ze vroegen mij van... Hey, wat doe jij dan? Ja, ik doe een kickboxen. Ja, weet je, dan hadden ze meteen zo, hij zal wel agressief zijn en hij zal wel slaan en weet ik wat allemaal. Terwijl ik gewoon een hele normale jongen ben als ik buiten de ring ben. In de ring moet ik mijn ding doen, maar daarbuiten ben ik gewoon heel normaal. Nog steeds. Ja. En daar hadden ze toch een, en het blijft gewoon heel lang hangen. Terwijl dat wekelijks gebeurt er iets bij voetballen. Ja. En ik begrijp wel dat voetballen maatschappelijk ingeburgerd is, maar daar kan alles gebeuren. En nog zegt ABN Amro van, nee, we sponsoren gewoon. Ja. Ik zweer het je, dat kan van alles, of het nou spreekkoren zijn, racistische leuzen, vechten bij het plein of weet ik veel waar. Zelfs bij kampioenschappen moeten ze de hele binnenstad slopen. Ja. En nog zeggen grote verzekeringmaatschappijen van, hey, wij gaan je de sponsoren met grote letters hier. Ze gaan toch wel kijken. Ja, en het is toch, dat blijft toch gek dat een sport waar wij heel goed in zijn. Want als je naar de K1 kijkt, hoe vaak is het georganiseerd en hoe vaak hebben wij hem gewonnen? Nou ja, ik denk dat we hem 2 of 3 keer niet gewonnen hebben, maar voor de rest hebben we hem allemaal gewonnen. Ja, ja. En dan denk ik van, ja, dan zouden wij toch die helden van ons meer platform moeten geven, meer aandacht moeten geven, meer willen steunen. Ja. Terwijl in Japan komt de minister van Sport, die komt buigend naar me toe van, meneer Bonjasky, mag ik alsjeblieft je hand schudden? Ja. Terwijl hier zouden ze denken van, oh, die enge reem. En dan in die tijd van 2003, 2004. Dat is toch heel gek. Maar gelukkig zijn we stappen aan het maken. En gelukkig, omdat het vaker nu op tv te zien is, in allerlei programma's, dan doen jullie natuurlijk uw bijdrage eraan. Ben ik blij dat we die stappen kunnen maken, zodat we die sport uiteindelijk een keer kunnen zien als een tussen haakjes normale sport. Ja. Ja. In plaats van dat het allemaal gedacht wordt dat we allemaal een stelletje gekken zijn. Ja. Noah, hoe ziet jouw toekomst eruit? Rooskleurig. Ja. Why? Ik zit er gewoon lekker in. Ik heb voor mezelf gekozen in de zin van dat ik prioriteit heb gesteld. En heb gekozen voor wat mij het gelukkig maakt. En dat is vechtsport op dit moment. Ik haal er heel veel kracht uit. Ik inspireer heel veel anderen daarmee. En mijn droomdoel is gewoon om dus wereldkampioen te worden. En ik voel aan alles dat dat helemaal niet zo gek is en dat ik daar bijna ben. Maar ik zie ook, want ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan. En net wat ik zei, je zit in heel veel programma's. Ja. Wat heb je liever, vechtsport of tv-persoonlijkheid? Vechtsport. En de reden waarom ik dat zeg is dat aan vechtsport of draaien op de top, daar zit gewoon een limiet aan. Ik noem je niet oud, maar je hebt gewoon nu een talkshow. Maar ik zie jou niet snel meer direct. Maar ga door. Als ik gepassioneerd ben, kan ik altijd, net als jij, gewoon aan tafel zitten. Maar andersom wordt het wat lastiger, tenzij het de juiste bedrag is natuurlijk, want dan spring je er weer in. Dan kom je weer met een vliegende knie erin, dat snap ik ook wel. Iets lager wel. Maar, Maar, en dat is dus nu de prioriteit. Er zijn genoeg dingen die ik had kunnen doen die op korte termijn, maar wellicht ook op lange termijn, veel meer op zullen leveren. Maar toch kies ik voor een sport wat heel veel risico's met zich meebrengt en die gewoon niet voldoende gewaardeerd wordt, vind ik. Mm-hmm. Omdat dat gewoon mij het meeste energie en vreugde geeft. Mm-hmm. Ik hoop dat je ermee door blijft gaan. En we hopen natuurlijk dat we deze woorden over 2, 3, 4 jaar kunnen zeggen van hij heeft het bij ons gezegd. Ja. Dat die wereldkampioen wordt. Dat hoop ik echt, daar ben ik echt serieus. Dus blijf ermee doorgaan. Ja, blijf jezelf pushen. Blijf doorgaan met die leuke filmpjes. Want dat filmpje met Regian, die heeft het heel goed gedaan. Ik zag het zelfs echte grote vechters met een vinkje achter hun naam. Die hebben erop gereageerd. Heel veel UFC-vechters, Gilbert Burns en al die gasten hebben allemaal gedeeld en geliked. Superleuk, superleuk. Ja. Heel veel succes nog. Kijk nu de volledige aflevering van Warrior Talk op warriorcode.com. Oes! Het leven zit vol uitdagingen. Vechtsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen en leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij vechtsport toegankelijk voor iedereen. Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com/doe mee.